Het is een hondsdolle boel hier in Schouwburg Rotterdam. In de grote zaal draait vanavond de theatervoorstelling Woef Side Story. En in de foyer hier van de Schouwburg is het Museum of Dogs geopend. En voor me staat een vrouw met maar liefst 4 honden. Gaat u straks ook naar de voorstelling? Nou, dat mag helaas niet. Ik zou wel willen, maar het is niet mogelijk. Maar het is wel leuk dat je nu met je hond naar het museum kan, toch? Ja, mag meer. Ik zeg Rotterdam, open je musea ook voor hond en eigenaar. Het werk van amateurkunstenaar Koos Bijn prijkt ook aan de muur. En Dino was de hond van hele goede vrienden van ons. En toen die hond overleden was, toen waren ze zo in diepe rouw dat ik heb de hond geschilderd. Ik ben daardoor eigenlijk van het beest gaan houden, terwijl ik daarvoor weinig met honden opgehaald. Het is eigenlijk een ode aan de hond, toch? Aan de liefde voor de hond. En liefde van baasje voor de hond en andersom. Zo'n Museum of Dogs is natuurlijk heel leuk voor mensen. Maar wat vinden de honden ervan? Ja, ze worden er wild van, hoor ik nou. Ze worden er inderdaad ook wild van. Net zag ik dat een van de honden wel naar een van de foto's, denk ik, wat daaronder hangt. Ging. Het is een tentoonstelling die niet alleen is voor de mens, maar ook voor de hond. Want die vonden het prachtig om zichzelf te zien. Van een soort spiegel werd ze voorgehouden. Heel leuk om te zien. Die dachten, hé, die ken ik. Hoe zou die ruiken? Misschien kan ik daar wel eventjes mee blaffen of spelen of snuffelen. Dat is best wel gek. Honden zijn dus welkom in de Rotterdamse Schouwburg in het Museum of Dogs. Er zijn poepzakjes aanwezig.